Goedemorgen allemaal! Welkom bij deze gloednieuwe vlog alweer. Het is vandaag 19 april 2018. Ja, het is vandaag 11.33 uur alweer. Ja, en dan zeggen we altijd maar weer. Dankjewel en heel veel kijkplezier. Nou, ik ga even mijn tandjes poetsen. En dan gaat hij vertellen waarom hij altijd zo lang moet nadenken over een onderwerp. Ja, hij moet altijd maar nadenken over een onderwerp waar hij het over op dat moment over wil hebben. Hallo, we vloggen ons leven. Dat is heel lege vlog. Ik moet altijd even een onderwerp hebben om het over te hebben. Ja, juist onderwerp, onderwerpen. Ja, verzin maar eens even iets leuks. Wat interessant is. Mogelijkerwijs eventueel interessant. En ja. Vandaag was het schoonmaakdag, geloof ik, ja. Dus dat hebben we schoon gemaakt. De tulpen moesten gefotografeerd worden. Die komen straks nog wel ergens op Facebook te staan. We hebben de parasieten verwijderd van de kleine. Er waren er drie. Die zijn netjes verwijderd en afgevoerd. En straks lekker richting school. Er staan weer een hele grote groep kinderen te wachten. Die willen graag buiten spelen en eten. Dus die moet eventjes begeleid worden dat het veilig is allemaal. Invlechten. Interessant. Nou, niet bij mezelf, bij jou. Aan jou gewoon op de vlog zetten. Oké. Okay. Karin doet het bij de zaal. Gaan we even meekijken. Dus ik ga meekijken met jullie. Karin staat netjes te borstelen nu. En er komt een vlecht van boven door haar heen. Scherp houden, jongens. Kom. Ja. Dus dat. Het van boven naar beneden. Dat is niet klopt hoor. Dat wel voel zo te zien. En. Nou, het komt dan weer heel goed uit te zien. Gewoon even kijken wat ik doe. Op de tast. Dus eerst borstelen. Een beetje een luchtje erin, geloof ik. En dan is het van bovenaf een pluk haar. Dat gaat vlechten. Dan gaan we een pluk haar erbij doen. En dan wordt het ingevlochten. Kun je het nog een beetje zien? Hier ben ik. Dunner. Kijk. Even een beetje doen. Het begint al heel leuk uit te zien. Zo ziet het silhouet eruit. Waren we weer. Het is alweer 2:15 in de middag. Joepie. En die gek is er ook weer. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Ja, warm. Wat? Warm. Oh, want? Zonnetje schijnt. Lucht is blauw? Blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Het is grappig. Nou, op school ging het redelijk, want de kinderen die zijn we nog steeds aan het uittesten. Hier. Dan sta ik lekker boven. Dus ja, ze weten, hoop ik nu, met wie ze te maken hebben, maar komt alweer goed.
Dus, maar zodra de juf binnenkomt, is het gelijk stil. Het is net of dat ze het merken dat de juf binnenkomt. Maar ja, ze moeten gewoon respect hebben naar mij, want dan krijgen ze het ook terug. Dan krijg ik geen respect, krijgen ze hem ook niet terug. Dus dat is gewoon een wederzijds iets. Dus ja, zijn ze rustig in de klas, hoef ik ook niet zo te gaan schreeuwen. En als allemaal met 24 kinderen zo gaan hard gaan schreeuwen, ja, dan kom ik er niet zo met zo volume erbovenop. Nee. Maar zodra ik met z'n tweeën sta, dan is het helemaal een kippenhok. Joe. Maar oké. Ik ben er gewoon weer morgen weer gezellig. Ik heb er weer zin in. Ja. En met mijn collega te staan. En met deze collega te staan. En met een nieuwe collega waarschijnlijk. Ik weet niet of hij aan wordt genomen, maar ik hoop het wel. Gezellig? Ja, vind ik wel gezellig. Ja. Nou, en dan ligt er Miepie hier wel lekker te slapen. Die heeft last van de warmte. Maar ik ga zo meteen wel even een klein blokje lopen om de flat heen of zo. Ja. Precies. Hoeven ze ook niet over te steken op het hete asfalt. Dat vind ik helemaal niks. Nee. Dus laten ze even lekker slapen. Ik ga even aan mijn lanja, ranja, sirupje en aan de kletskoppen, ja? Kletskoppen, ja, ook lekker. Dus je weet wat kletskoppen zijn. Zijn wel zoet. Het zijn geen zeurkousen. Nee, niet? Nee. Dacht ik. Mooi. En waar ben jij mee bezig dan? Met jouw telefoon. Met jouw telefoon, oké. Okay. Met wat? Pardon. Vertel. Het hele schuim staat vol met dingen. Ik zie niks. Niks? Ja. Het hele schuim staat vol met icoontjes. Vier stuks. Ja. Plus nog een avond dingetje. Ja. Veel te veel. Veel te veel, man. Oké, tot zo. Zo. Eén. Even kijken hoor. 5 kratjes. 1, 2, 3, 4, 5. Maar het leukste is, deze is helemaal vol. Ik zal het laten zien. Deze is vol. Deze is vol, dat is mooi. Deze is ook vol. Deze is ook vol. En dan deze is ook vol. Maar deze, de slaggen, er wordt helemaal niks in. Ja, ja. Het is gewoon eigenlijk lekker 4 kratjes. En dat ga ik even sorteren voor Roderick en dan weer helemaal goed. Dan ga ik even bellen dat ze post er is. Ja, precies. Nou, ik heb even Roderick van de telefoon gehad, maar die is nog eventjes bij kennis om hem even daar te helpen met de computer. Dus hij heeft even aan mij gevraagd of ik alvast wil gaan sorteren en als ik daarmee klaar ben even bellen. Dus dan heb ik hem aan de telefoon. Maak hem eventjes gewoon geluid af. Dus toen vroeg hij van, ja, maar ik ben nog net nog even niet klaar. Dus kan je dan alvast even op en op nummers gaan sorteren. En op even en oneven. Dus dat gaan we maar doen. Hè? Ja. Dus kijk. Bij de partijpost. Daar ook post, daar post, daar post. Helemaal post. Joepie. Zo, nou, daar waren we weer hoor. Ben ik ook in beeld? Nee, je bent nooit in beeld. Weet je toch? Weet je toch? Dat je nooit in beeld bent. Ja, toch wel hè? Ja. Hola. Zo. Alleen in mijn hoofd. Dat is mooi. Nu ook weer? Ja, hè? Zo. Allemaal live beeld. Ja. Ik heb namelijk even foto's gemaakt van Roderick. En ja, Roderick is leuk. Ja, dat is leuk. En ik moet ook nog een hoop namelijk nog steeds op Facebook knallen. Dat is ook leuk. Ja, nieuwe map. Het is vandaag, al de hele dag, 19.04.2018. Gewoon zo. Nee, die hebben we. Die hebben we. Dat is die keer weg. Dat is gewoon een... Dat valt al. Joepie! Zo, knippen. En dan gaan we naar plakken toe. Joehoe! Zo, ik ben waanzinnig. Ah, niet meer. Nee. Nou ben ik niet meer waanzinnig. Kijk, dat scheelt weer. Scheelt weer. Ja. Mooi.
En dan gaan we eerst formatteren. Formatteren. Ja, inderdaad, die. Dank u. Sluiten. En dan gaan we naar uitwerpen. Nee, dus. Tuurlijk niet. Is helemaal niet in gebruik. Top ding. Gebruik een apparaat dat er niet is. Ja, ja. Zoek de 10 verschil. Misschien kunnen we kijken of dit ook even zien. Nou, ik zou zeggen, pak de camera en draai. En draai het schermpje, kijk. Nee, nou even serieus, kom. Serieus. Nee, dat kennen de kijkers net niet zien. Zo wel. En als ik deze uitdoe dan, kijk. Doe ik even deze weer terug. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Zo niet, hebben jullie lekker pech. Deze is wazig, dus die gaat gewoon gelijk weg. Die is ook wazig. Gaat ook weg. Kijk, die is mooi scherp. Die is een beetje donker, maar dat maakt niet uit zo. Die is toch mooi. Ja, en dat is deze, zei de gek. Jazeker wel. Oké. Ik heb daar maar weer aan. Ja, nee, thuis, alsjeblieft. Thuis de praktijk kreeg. Dankjewel. Even kijken, de beeld komt. Maar kijk even naar jezelf. Ik kijk naar mezelf. Deze vind ik niet mooi. Lekker. Kom. Vind ik deze mooier. Van jou. Deze vind ik ook mooi van jou. Kan je ze doen? Ja. Mailen? Ja. Gaan we die even mailen? Wij gaan er mee. Nou, daar waren we weer en daar zijn we weer. Ja, wij hebben even wat net gekeken op YouTube. Ja. En dat gaat over de zomer. En dat is het best heavy. Heb je een kind en heb je dus een doek, doe het niet over je wagen heen, want dat wordt heet. En dat is gewoon een graf voor je eigen kind die je creëert. Net als een hond in de auto, niet in de auto achterlaten, waar je ook naartoe gaat. Toch? Nee. Dus. Er zijn hydrofiele doeken voor je kinderwagen, maar je sluit de frisse lucht af, zeg maar. Het wordt gewoon een bak al. Ik heb net een videootje gezien van een kinderwagen met een doekje erover, een simpel doekje. Ik denk van, lekker isolerend, houdt de warmte buiten. Maar nee, het houdt de warmte binnen. Zelfs een thermometer aan vast, dan maar 10 minuten. Dus het gewoon veel te heet worden, over de 40 graden. 10 minuten. En de auto? De auto was even kijken, 28 graden buiten. En na 8 minuten of zo. Dat is toch wel 41 graden. Die man zat erin, zat de thermometer, geëikte thermometer had hij bij zich gezegd, nou, dit gaat er gebeuren. Je ziet het gewoon oplopen. In de 8 minuten was het een bak al. En dat heeft jou behoorlijk... Dat is behoorlijk heftig om dat te zien. En dit is nog maar een test, dus... Ga je van de zomer weg? Neem je hond lekker mee in de auto. Als je uit de auto gaat, neem dat ook mee uit de auto. Laat hem niet achter, alleen in de auto. Ook niet met het raampje open, dat is niet genoeg. Zet je auto dan in een parkeergarage desnoods. Met de ramen open. Allemaal ver naar beneden, dat de hond eruit kan springen als het nodig is. Met een bak water erbij. Maar dat werkt ook niet. Dat werkt ook niet altijd, maar het is wel van oké. Okay. Maar gewoon sowieso geen hond achterlaten in de zomer. Eigenlijk niet. En ook geen kind. Nee. Want dat is gewoon
dood. Hond kan alleen maar water kwijt door te hijgen via de voedsel. En dat wist je ook nog niet, hè? Nee. Ik had het je al wel verteld, maar dit drinkt wat beter tot je door. Dat wordt wel duidelijk. Ja, pijnlijk duidelijk, zeg maar. Ja, maar... Zo zie je dus ook en dat mensen dus zo met dieren omgaan. Ja, ik denk het kan wel even, maar... Het kan niet. Het kan net niet even. Ook al ga je er maar even weg en laat dan die hond gewoon thuis. Ja, doen ze wat binnen, nou en. Nou ja, ik wil bij deze graag onze vlog gaan afsluiten. Met jou. Gezellig. Ja. We zeggen dan dank jullie wel voor het kijken. En we hopen dat jullie weer morgen oud en vertrouwd weer naar onze YouTube kanaal. Naar mijn YouTube kanaal kijken met hem erbij in. Als het uitkomt. En ik zou zeggen, abonneer even op mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog. En laat inderdaad een leuke reactie achter je. En deel, like. So be it. Ik vind het prima. En dank jullie wel. En tot de volgende keer weer. Mazzel! Doei!